80 jaar oorlog in 80 seconden. Even 450 jaar terug. De Nederlanders zijn onderdeel van het Spaanse Rijk. Van de Spaanse koning, Philips II, mocht je alleen maar katholiek zijn. De Nederlanders kwamen daartegen in opstand. Dat begint met de wilde storm. Vlak daarna beginnen de eerste gevechten. Vanaf dat moment is het een chaos in de Nederlanden. Willem van Oranje leidt de opstandelingen. Nederlanders vechten tegen Nederlanders. Katholieken en protestanten verdrijven elkaar van huis en haard. Het is een burgeroorlog. Gruwelijk. Een protestlied doemt op. Het Wilhelmus. En dat is nu nog steeds een pophit. Dan schoppen de Nederlanders Philips II het land uit. De noordelijke gewesten gaan door als republiek. Nederland is geboren. Het noorden en het zuiden breken met elkaar. Het noorden wordt stinkend rijk. De Gouden Eeuw is begonnen. Piet Hein verovert de zilvervloot. En over de hele wereld vallen de Nederlanders Spaanse en Portugese bezittingen aan. De oorlog wordt bijna een wereldoorlog. In 1648 sluit iedereen weer vrede. Nederland is onafhankelijk en van die vrijheid genieten we nu nog steeds. Even rustig kijken hoe het precies zat. Kom dan snel naar het Rijksmuseum.